Ik ben Maaike Koch. Ik ben 39 jaar en ik werk op basisschool Veldzijde in Lossen. Ik ben daar vorig jaar benoemd als bouwcoördinator en om mij meer te bekwamen in het leidinggevende volg ik dit traject. Ik merk dat ik door deze scholing meer gericht ben op de onderwijsvernieuwingen die er plaatsvinden. Dat ik daar meer mee bezig ben en dat ik ze meer probeer toe te passen in mijn dagelijkse taak als leerkracht in de klas. Maar ook in mijn leidinggevende functie als bouwcoördinator. Ik ben met de kinderen heel erg bewust bezig met het why. In het begin van het traject hebben wij de Golden Circle van Sinek geleerd, waarin uitgelegd wordt dat het belangrijk is dat je moet weten waarom je de dingen doet. En ik merk dat ik heel bewust bezig ben om kinderen uit te leggen waarom ze dingen doen. Ik probeer in de bouwvergaderingen mijn collega's er meer bij te betrekken en ook te luisteren naar wat zij belangrijk vinden, want dat is een van mijn drijfveren. Ik wil als bouwcoördinator heel graag het belang van mijn collega's uit de bovenbouw meenemen in het beleid van de school. Doordat in dit traject er verschillende docenten betrokken zijn, ben je gemotiveerd om iedere keer met een ander thema bezig te zijn. Dat is leuk, dat is vernieuwend. Je bent gericht bezig met dingen die op dat moment belangrijk zijn en die ook in de onderwijswereld heel erg vernieuwend zijn. En dat spreekt mij heel erg aan. De opdrachten die je bij de inkomsten krijgt zijn heel erg divers. Het gaat van het schrijven van een verslag tot het doen van een interview, opdrachten in de klas, maar ook opdrachten die je op teamniveau uitvoert. En dat vind ik heel erg waardevol, zodat je eigenlijk je kwaliteit op alle gebieden in kunt zetten en uit kunt proberen. De studiebelasting is goed te doen. Ik dacht in het begin van, valt mij tegen, valt mij het mee. Ik vind het te doen. Je maakt het zo zwaar zoals je het zelf wilt. Ik ben er ongeveer, denk ik, in de 2 weken 10 uur mee bezig. En dat zijn dan vooral de opdrachten die je moet maken en het lezen van literatuur. De collega's merken aan mij door de scholing dat ik meer op de hoogte ben van de onderwijsvernieuwingen. Dat ik beter in staat ben om leiding te geven aan de groep en ook de dingen te organiseren. Ik zou iedere collega die het fijn vindt om weer eens op een andere manier met onderwijs bezig te zijn, deze opleiding aanraden. Het heeft mij veel vernieuwing gebracht. Ik heb weer energie en ik heb weer zin om andere dingen uit te gaan proberen en echt aanraden.